Goedemorgen allemaal. Ik open de vergadering van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We hebben een procedurevergadering waar ik dan maar gelijk van start wil gaan. Fijn dat u er allemaal bent. De eerste agendapunt, regeling van de werkzaamheden. Daar waren geen aanmeldingen bij ontvangen. Ik heb zelf geen mededelingen. Brievenlijst komen we dan bij agendapunt 2, separaat stuk. Heeft u hiervoor gekregen. Pagina 1, zaak 1 tot en met zaak 7. Daar moeten we even stilstaan bij zaak 3. Een verzoek van het Agnieten College in Nieuw-Leuzen tot aanbieding van het rapport De Staat van Overijssel als spiegel voor de Staat der Nederlanden. Het aanbiedenrapport. Nou, dat kan altijd, zou ik zeggen. Dus dat... Ja, laten we dat even op een... mag dat dan ook op dinsdag aangeboden worden? Wat kan? Wilt u... kijk even naar de leden. Stemt u ermee in dat ze dit dan op het tijdstip dat er ook de petities aangeboden worden, dit rapport wordt aangeboden? De heer Van Meen? Oh ja, dat is het, kan het niet dat de voorzitter dat in ontvangst neemt namens ons? Want, met alle genoegen. Ik voel me zeer vertegenwoordigd door u. Dus... ja? Ja, zal ik namens de commissie in ontvangst nemen. Ja hoor, dank ook voor dit grote vertrouwen. Pagina 2, zaak 8 tot en met zaak 17. Iemand daarover? En pagina 3, zaak 18 tot en met zaak 22. Daarmee is de brievenlijst afgedaan. Komen bij agenda punt 3. Mevrouw Werner. Ja, excuses voorzitter, maar ik heb nog even iets bij punt 8. Even kijken hoor, namens mijn collega's. Betrekken bij het nog in te plannen commissiedebat, makeldoelmatigheid en andere. Deze opdracht heb ik gekregen. Of het ook nog bij dat commissiedebat betrokken kan worden. Ja? Ja, dat gaan we doen. Dank u wel. Komen we bij de brieven van de staatssecretaris van Cultuur en Media. Agenda punt 3, de beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur over archeologie bij de tijd. Het voorstel is een technische briefing te organiseren. Stemt u daarmee in? Dat is akkoord, ja? Agenda punt 4, de nood aan de aanleiding van het verslag in zaken de wijziging van de Mediawet 2008... in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product. Deze wet kan worden aangemeld voor plenaire behandeling. Akkoord. Agenda punt 5. De toegankelijkheid in de culturele en creatieve sector voor mensen met een beperking. Deze brief is betrokken bij het wetgevingsoverleg cultuur van 14 november jongstleden. Dus die is daarmee afgedaan. Agenda punt 6. Het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begroting onderdelen cultuur en media. Dat is ook betrokken bij het WGO Cultuur van 14 november, jongstleden. Agenda punt 7. Het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en UNESCO in zaken de hernieuwing van het International Groundwater Resources Assessment Center in Nederland. Het voorstel is om dit voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord. De rondvraag op cultuur en media. Daar heeft de heer Van Strien. Ja, ik wil deze gelegenheid toch graag gebruiken om jullie allemaal even te attenderen op de uitnodiging die Griffie ook heeft gestuurd. En de voorzitter voor vanmiddag een tentoonstelling, The Best of the Graduates. Prachtige tentoonstelling in de Statenpassage. Komt alle dit naar aanleiding van een prachtig initiatief gesteund door de meerderheid ook van deze commissie van Jorien en mij, mevrouw Wuiten, sorry, en mij, om deze jonge kunstenaars het talent ook toe te staan in dit pand. Dus komt alle. Vanmiddag om 4 uur. Met een drankje en een hapje, maar vooral hele mooie kunst. Dank u wel. En goed ook dat u daarvoor de rondvraag benut. 4 uur staat de passage. Nou, we zijn erbij. Agenda punt 8. Dit komen bij de brieven van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Agenda punt 8. SBB actieplan stages en leerbanen. 5e voortgangsrapportage en evaluatie. Ter bespreking. We zouden dit kunnen betrekken bij het nog te plannen. Want er komt nog weer een MBO-debat aan. Of bent u van mening dat het al
voldoende is besproken bij het commissiedebat MBO. Mevrouw Paul. Voorzitter, dank u wel. Ik heb input gekregen van mijn collega El Yassini en die vraagt om het aanmaken van een dossier en betrekken bij inderdaad het commissiedebat dat daar genoemd wordt. Ja, dank. Verkeerd. Het dossier aanmaken. En, mag ik een poging wagen? Want er komt nog een de heer MBO-debat. Van Menen. Ja, er komt nog een MBO-debat op 16 februari. Dat gaat over macro-doelmatigheid. En daar zou mijn fractie het in ieder geval graag ook bij betrekken. Akkoord. Maken we een dossier, stoppen we dit in het dossier en zal het sowieso op de convocatie van het aankomende commissiedebat MBO staan. Agenda punt 9. De stand van zaken schoolkosten in het mbo en toelichting inzet carrièreperspectief. Deze brief is reeds betrokken bij het commissiedebat mbo van 16 november, jongsleden. Agenda punt 10. Reactie op verzoek commissie over het valideringsproces van bachelor kunstvakdocenten. Het voorstel is om deze reactie voor kennisgeving aan te nemen. Akkoord. Agenda punt 11. De lijst van vragen en antwoorden over de onderzoekskaders 2022... een inspectie van het onderwijs met verslagen van de ringen en evaluatie van de initiatiefwet Bisschop en evaluatie-experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie. Hele mondvol. Het voorstel is om dit te agenderen voor het commissiedebat van 14 december aanstaande over de onderzoekskaders inspectie van het onderwijs. Akkoord? Agenda punt 12. De voortgang aanpassing niet financiële informatie in de begroting van OCW voor 2023 en later. Dit kan desgewenst worden betrokken bij de nu lopende debat over de OCW-begroting. Agenda punt 13. Het departementaal informatieplan OCW. Ook deze brief, dit stuk, kan worden betrokken bij de begrotingsbehandeling. Akkoord. Agenda punt 14. Het verslag houdende lijst van vragen en antwoorden in zaken vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2023. Ook dit stuk kan worden betrokken bij de begrotingsbehandeling van OCW. Agenda punt 15, dossier onderwijstoezicht. Deze brief is het voorstel om deze ook te betrekken bij het commissiedebat onderzoekskaders van de inspectie van onderwijs, 14 december aanstaande, akkoord. Agenda punt 16, de reactie op het verzoek van de commissie over de brief van CNV collectief met betrekking tot Oekraïne. Voorstel is om dit te agenderen voor het commissiedebat van 30 november aanstaande, volgende week, over onderwijs aan vluchtelingen POVO, MBOH en hoger onderwijs, akkoord. Agenda punt 17, de derde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs. Voorstel is om dit is reeds betrokken of om dit nog te betrekken bij de begrotingsbehandeling van OCW, akkoord. Agenda punt 18, aanpak en inhoud, toekomstverkenning, hoger onderwijs en wetenschap. Ook hier het voorstel om dit te betrekken bij de begrotingsbehandeling van OCW. Komen we bij de brieven van de minister voor primair en voortgezet onderwijs. Agenda punt 19. Start, werving, kopgroep, voltijdsbonus, meer urenbonus in sector onderwijs. Het voorstel is om deze brief te agenderen voor het commissiedebat over leraren en lerarenopleidingen van 15 december aanstaande. Dat is akkoord. Agenda punt 20. Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek van de commissie over een brief die aandacht vraagt voor de invoering van het CXC-stelsel op Sint Eustatius. Dit moeten we even bespreken. Dit kan worden meegenomen bij de begrotingsbehandeling. Of wilt u een 2 minuten debat op basis van dit schriftelijk overleg? Nee? Mevrouw Paul. Dank, voorzitter. Wat ons betreft betrekken bij de begroting. Ik zie ook geknik ter rechterzijde, dus daarmee kan dit worden meegenomen in het debat over de begroting. Agenda punt 21. De antwoorden op de vragen van de commissie over de verzamelbrief, moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs. Ook hier de vraag, wenst u dit te betrekken bij de begrotingsbehandeling of een apart 2 minuten debat over dit schriftelijk overleg? De heer Van Meenen. Voorzitter, ik zou graag een 2 minuten debat willen inplannen. En dan met name over het onderwerp van wat ook in deze brief in ieder geval voorkomt. De nieuwe leerweg. Het is niet bij de begroting aan de orde geweest.
Door mij in ieder geval niet, omdat ik al in gedachten had dat ik hier een 2 minuten debat over zou willen aanvragen. Dus dat is mijn voorstel. Oké. Dat melden we aan voor een 2 minuten debat. Agenda punt 22. Het openbaarmaking rapport herstelonderzoek. Zeg ik dat, Geijder? Het voorstel is om dit rapport toe te voegen aan het dossier toezicht en handhaving. Akkoord. Komen we bij het onderdeel Europa. Agenda punt 23. Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2023. Het voorstel is om dit even aan te houden tot de volgende procedurevergadering. En bespreken we het dan hier of komt daar ook per e-mail wellicht even attendering aan de leden? Want dat is toch zonde als we dit, als een heel aantal leden dit mist. Onze EU-specialist gaat actie opnemen. Ja, dus daar zullen we dan ook dit even ook per mail aan alle leden van deze commissie. En dan bespreken we het de volgende keer. Ja. Agenda punt 24, de geannoteerde agenda van de OCJS-raad 28 en 29 november, onderwijs en cultuur. Dit is betrokken al bij het schriftelijk overleg op 22 november over deze raad. Akkoord. Agenda punt 25, de geannoteerde agenda van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sportraad van 28 november, maar dan het onderdeel jeugd. Ook dit is betrokken bij het schriftelijk overleg van 22 november. Akkoord. Agenda punt 26, de geannoteerde agenda sportraad, 29 november. Dit is ook al betrokken bij het schriftelijk overleg op 22 november van de OJCS-raad. Akkoord. En agenda punt 27, het binnenbrengen en de invoer van cultuurgoederen. Daar is het voorstel om het fiche af te wachten, BNC-fiche van het kabinet. Akkoord. Dan bij agenda punt 28 ziet u het overzicht van commissieactiviteiten. En dat is ook nog heel wat voor in dit kalenderjaar, zie ik. Agenda punt 29, ook ter informatie de commissieactiviteiten. Agenda punt 30, de aanhangige wetgeving van OCW, ter informatie. En dan komen we bij agenda punt AJA 31. De technische briefings van de Algemene Rekenkamer. Dat zou ik even met u willen bespreken. Is dat openbaar of is dat, moeten we dat, is dat besloten? We kunnen ook in het besloten deel doen. Zullen we dat even in het besloten deel? En dan kom ik ook in het besloten deel. Nou, laat ik dat openbaar doen. Dan komen we even in het openbare deel. Als u mij toestaat, wil ik u even attenderen op een prachtig product van vanuit de Griffin, bijzonder de kenniscoördinator. Mevrouw van der Huls zit hier ook tegenover mij. Zij heeft u gisteren per mail alle een heel mooi overzicht gegeven over de basisbeurs, de wetgeving die eraan komt. Met ook hulp van de twee rapporteurs uit deze commissie. Dat was mevrouw van der Laan en de heer De Hoop, zeg ik uit mijn hoofd. Dus dank ook voor alle mooie, goede werk. En aan de leden, doe er uw voordeel mee. Nou, dat is dan maar gezegd voor iedereen die het wil horen. Kijk even rond of er punten zijn voor het openbare deel in de rondvraag aan van de leden. Dat is niet het geval. Dan sluit ik dit openbare deel en gaan we nog